Dames en heren, hartelijk welkom bij Los Politiek. Vandaag in de studio is mijn gast Walter Koelewijn. Hij is gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. Walter, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Ik wil toch even terugkomen op... Het is bijna op een week na, een jaar geleden... dat je in dit programma mijn eerste gast was. Je bent na een jaar opnieuw terug en dat doet me bijzonder veel plezier. Ik wederzijds, Hildebrand. Het was een eer om je eerste gast te zijn. En het doet mij ook weer plezier om hier weer terug te komen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, we gaan een aantal dingen bij de kop nemen die politiek op het ogenblik natuurlijk spelen. Nou, eerst maar een van de dingen, denk ik, die heel erg belangrijk zijn, ook voor de gemeente. Dat is de toekomstvisie 2025. We hebben gezien dat de foto, eigenlijk de proloog, daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. Hoe kijken jullie als ChristenUnie, maar zeker ook als Walter, naar het project van Toekomstvisie 2025? Nou, daar kijken wij met een zeer positieve insteek naar. Wij zijn ervan overtuigd, vooral ook met de grote plannen die op komst zijn van de Rijksoverheid. En dan denk ik aan, aan de gemeentes van 100.000 plus. Dat het heel belangrijk is om voor jezelf als gemeente een bepaalde visie vast te stellen van daar willen we naartoe. En de vorige toekomstvisie is ook wel gebleken dat wij dat kunnen. Wij gaan niet los iets op papier zetten en vervolgens stoppen we het in laad 3 en kijken we nooit meer naar. Nee, wij pakken die toekomstvisie ook echt bij de hand en proberen die dan ook echt uit te werken. En natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor bepaalde dingen niet kunnen of aangepast moeten worden. Maar de grote lijnen zijn helder. En ik denk ook dat dat nu ook belangrijk is voor deze toekomstvisie. Dat moet niet iets worden wat straks dan in die spreekwoordelijke laad 3 komt. Nee, dat moet iets zijn, een echte wegwijzer van die kant willen we op. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Nou is het verdeeld, zeg maar, de toekomstvisie in de proloog, de dialoog en straks de epiloog. Hè? Als we nou kijken naar, zeg maar, de dialoog, daar is met name ook gesproken dat het heel belangrijk zal zijn dat onze burgers ook deelnemen in die kringen, in die gespreksrondes. Hè? Hoe belangrijk vind je dat? Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat alleen de politiek en de ambtenaren in het ivoren torentje zitten en vervolgens de route gaan bepalen. Nee, dat willen we juist doen in samenspraak met de burgers, met instellingen, met bedrijven. En die zullen ook allemaal een stem daarin krijgen. Ja, ja. En hoe kijk je met name, zeg maar, ook naar het bedrijfsleven? Moet die daar ook een stem in hebben, denk je? Ja, zeker. Het bedrijfsleven moet daar een stem in krijgen, want het bedrijfsleven is voor onze gemeente heel belangrijk. Juist ook in de tijd waarin wij leven, de crisis die toch ook hier Bunschoten niet ongemoeid laat, maar toch ook laat zien dat we weerbaar zijn. Dat we ons niet in een hoekje laten wegstoppen en gaan zitten kniezen. Nee, wij zijn een bevolking die de mouwen opstroopt en probeert de uitdaging aan te gaan. Dus ook met die toekomstvisie zal het straks heel belangrijk worden dat het bedrijfsleven daarin zijn stem laat horen. Ja. Wat verwacht je van, zeg maar, zo'n ronde tafelgesprek? Wat denk je, wat verwacht je dat eruit zou kunnen komen, hè? In die visie? Zeg maar? Want het is natuurlijk wel weer voor 2025, praat je over 13 jaar. Hè? Ja. Wat eruit zal komen is, denk ik, dat mensen de zorg zullen delen omtrent de 100.000 plus gemeente. Wij zijn geen gemeente die graag opgaan in een andere gemeente. Wij zullen er alles aan doen om zelfstandig te blijven. Dus ik verwacht ook dat we dat geluid veel zullen horen. Ik denk ook dat het bedrijfsleven dat belangrijk vindt. We zijn niet voor niets winnaar geworden van MKB, vriendelijkste gemeente. Dat zegt genoeg. Bedrijven voelen zich hier prettig. Dus die zullen ook met het oog op de toekomst daar alles aan willen doen om die zelfstandigheid vast te houden. Ja, want jullie hebben als raad ook besloten om, zeg maar, het college te ondersteunen in een brief om te voorkomen dat dit zou gebeuren? Ja, er is de laatste raadsvergadering zijn we daar unaniem in geweest. En we hebben daarin ook onze steun uitgesproken richting het college. Dat wij daarin ook hun ondersteunen om er alles aan te doen om zelfstandig te blijven. Ja. Om dat ook duidelijk te maken. Ja. Ja, want minister Plasterk, die is dus al volop bezig, zeg maar, om met name die drie provincies tot één te smeden, hè? Ja, hij is volop bezig met lobbyen. Als ik het goed begrepen heb, is hij gisteren nog hier in Utrecht geweest. Ja, goed, Noord-Holland, die staat er wat positiever tegenaan, naar het schijnt.
Maar Utrecht heeft laten weten van wij zijn er helemaal niet voor. Nee. En ja, het belangrijke argument daarbij is denk ik ook van ja, wat wil je er uiteindelijk mee bereiken? Ja. Hè? Het kabinet is natuurlijk alles aan gelegen om kosten te besparen. Hè? Want ze willen bezuinigen. Nou, dat moet dan ook het hoofddoel zijn. Maar uiteindelijk blijkt wel uit heel veel onderzoeken dat het helemaal niet aan de orde is. Nee. Dat het uiteindelijk helemaal geen bezuiniging teweeg brengt. En sterker nog, het schept juist afstand tussen de politiek en de burger. En dat is nou juist iets waar de ChristenUnie zich sterk voor wil maken. We moeten juist dicht bij de burger staan. Ja. En wanneer we gaan spreken over 5 landsdelen, nou, dan weet u zelf wel hoe die betrokkenheid zich zal uiten. Ja. Hoe zou het leven onder de burgers? Hoe zouden die daar naar kijken? De burger op dit moment is er toch wel mee bezig. Ja? Misschien wel meer nog dan menig in denkt. De landsdelen op zich zijn mensen ook niet voor. Natuurlijk. Wij blijven ook graag zelfstandig als provincie, als provincie Utrecht. Maar vooral ook de 100.000 plus gemeenten, dat geeft behoorlijk wat weerstand. En natuurlijk, hier hebben we altijd angst voor Amersfoort. We hebben Amersfoort natuurlijk ook de laatste jaren steeds dichterbij zien komen. En ik denk ook dat de burger best wel aanspreekt. Ja. Wij willen graag zelfstandig blijven. Ja, ik denk dat inderdaad ook heel erg belangrijk is. Dat ook dat een van de speerpunten is, zeg maar, waar iedereen op zal focussen. Ja. Ja. Oké, nou we wachten het af, kijken wat er gaat gebeuren. Inderdaad, en daarom is het ook belangrijk om die toekomstvisie vast te stellen. Ja. Om daarin ook te laten zien, van die kant willen we op. Ja. En daarbij denk ik dat het ook goed is om dan niet gelijk dat ook als een bedreiging te zien. Het kan ook kansen geven. Je kan natuurlijk met je rug naar Amersfoort toe staan of met je gezicht naar ze toe. Dus dat zal misschien op sommige punten ook samenwerken worden. Maar die identiteit waar wij zo op hameren en waar wij voor staan, die willen we vasthouden. En wij zijn ervan overtuigd dat dat alleen kan wanneer wij zelfstandig blijven als gemeente. Want we zijn natuurlijk als gemeente best wel dynamisch. Hè? Als we kijken naar Rengers-Wetering, als we kijken wat vrij recentelijk dus vastgesteld is, Haburg-Zuid, hè, voor de bedrijven, ja. Zuiderzee. We zijn best wel een dynamische gemeente, denk ik. Wij zijn een dynamische gemeente en wij zitten niet stil. Ondanks de crisis zitten wij nog niet stil. Nee. En dat is ook typeren, denk ik, voor onze bevolking. Wij zijn geen mensen zeg maar, die niets doen. Nee. Wij zijn altijd in beweging en dat moet ook. Je moet ook in beweging blijven. Wil je vooruitkomen, dan moet je in beweging blijven. En dan moet je ook over zulke soort dingen als een toekomstvisie moet je nadenken. Ja, het wordt ook breed gedragen in de Raad, denk ik. Hè? Dat wordt ook breed gedragen. Ja. Iedereen heeft er ook zijn inspraak in. En het is ook goed dat het straks ook richting de burgers gaat. Nou, daar verwachten wij ook wel weer terugkoppeling van met ideeën. En zo met elkaar proberen we een visie te vormen waar we met z'n allen uit de voeten mee kunnen. Ja. Oké, okay, helder. Gaan we even naar je commissie. Hè? Je zit in de commissie Samenleving. Wat met name op het ogenblik heel sterk ook speelt binnen alle gemeentes, denk ik, is het WMO-beleid. Hè? We hebben gezien, er is een beleidsplan ontwikkeld, is goedgekeurd door de Raad. En daar is gesproken over de kanteling. Ja. En ja, die kanteling die moet straks, denk ik, uitgevoerd gaan worden. Nou, een van de slogans van de ChristenUnie is van wij geloven in zorg voor elkaar. Hoe kijk je daarnaar, naar wat er gebeurt in die kanteling? En wat voorzie je dat er gaat gebeuren? Nou, wat ik voorzie dat er gaat gebeuren, en dat wordt ook al wel een beetje helder, is dat Nederland is altijd in verzorgingsstaat geweest. En dat gaat veranderen. Die verzorgingsstaat, dat zal ingewisseld worden voor een participatiestaat. En dat betekent dat stilstaan en langs de zijlijn afwachten totdat mensen iets voor je doen. Die tijd is voorbij. Er zullen mensen gemobiliseerd worden, ook in je eigen netwerk, wanneer je hulp nodig hebt, om te kijken van wie kan wat voor je betekenen. Dus het is niet meer zo van overheid, hier ben ik en dit heb ik en wat kan je voor me regelen. Nee, eerst wordt er gekeken van wat zijn je mogelijkheden die je zelf in kunt brengen. En zijn de mensen in je omgeving met expertise die je eventueel zouden kunnen helpen. Dus dat is een hele grote verandering. En dat is dat vergt best veel van mensen. Ja. En zien jullie dat ook als fractie, die zorg van eigenlijk zorg over de zorg? Ja, zeker. Er is zorg over de zorg. En in meerdere aspecten. Kijk, in de Rijksoverheid is natuurlijk de zorg vooral het kostenplaatje. Ja. Hè, wat natuurlijk gigantisch uit de hand loopt. Maar er is ook zorg om mensen die echt zorg nodig hebben. En daar moeten we het in alle tijden voor blijven staan.
En ik denk dat wij als ChristenUnie dat ook wel als een van onze speerpunten zien. Want het moet niet zo zijn dat mensen in een vergeethoekje terechtkomen. En dat mensen verpauperen. En die kant dreigt het wel op te gaan. Dus we zullen alle zeilen bij moeten zetten om toch borg en zorg te geven aan de mensen die dat echt nodig hebben. Ja. Binnen Bunschoten ontwikkelt dit zich dit ook. Er is goede voorlichting over geweest. Straks zal er, denk ik, over de uitvoering van met name het beleidsplan zal ook voorlichting gegeven worden. Hoe staan jullie daarin? Gaan jullie daarin mee? Geef je zelf voorlichting? Nou goed, we hebben natuurlijk een wethouder die de WMO in zijn portefeuille heeft. En daar hebben wij heel veel vertrouwen in. En natuurlijk, wij zitten ook wel eens met hem om de tafel om zulke soort dingen te bespreken. Maar we verwachten wel dat dat op een goede manier ten uitvoer gebracht wordt. Ja. Het WMO-beleid is natuurlijk net vastgesteld. Nou, de manier zoals dat is gebeurd, daar zijn wij content mee. Ook dat is breed gedragen. Dus wij verwachten dat ook in de uitvoer daarin ook het ChristenUnie-geluid hoorbaar zal blijven. Ja. Nou kijken we ook even naar de ouderen. Hè. Op het ogenblik is dat ook heel erg sterk in beweging. Hè. De oudere partij met 2 zetels in de Kamer. Die Henk Krol, die is daar volop mee bezig. Hè? Ja. De ouderen worden zelfs onrustig. Die beginnen zich ook te roeren. Is dat ook een teken in het kader van dat het allemaal minder wordt? Ja, absoluut. De ouderen die zullen ook het spreekwoordelijke steentje bij moeten dragen. En dat doet pijn. Ja. En dat is aan de ene kant ook logisch. Het zijn mensen die altijd hebben gewerkt. Die hebben bijgedragen aan de opbouw van Nederland, ook na de oorlog. En die nu denken van hun pensioen te kunnen genieten. En nu aan alle kanten zien dat het beknibbeld gaat worden. Ja. En dat doet pijn. Dat is een hele logische reactie. Ja. Maar het blijkt ook wel dat we daar ook dus heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Ja. En dat is, je kan je afvragen of het kabinet dat wel op een zorgvuldige manier doet op dit moment. Ja. Samson die zei van de week, ouderen zijn stinkend rijk. Ouderen zijn stinkend rijk, ja dat is een mooie uitspraak. Ja. Maar hij vergeet misschien ook wel dat die ouderen ook heel arm zijn geweest. En stinkend rijk, dat is natuurlijk ook maar een begrip dat kan alle kanten op. Want wie is stinkend rijk en wie niet? Ik denk sowieso dat we in Nederland over het algemeen nog geen klagen hebben. Nee. Dus als je zegt van je ouderen zijn stinkend rijk, dan zijn we misschien allemaal wel stinkend rijk. Ja. Want we hebben iedere dag gelukkig nog te eten. En de meeste mensen hebben een dak boven hun hoofd. Dus wat dat betreft zitten wij hier nog wel goed. Ja. Maar het is wel zo dat de mensen die voor de opbouw van Nederland hebben gezorgd, dat die nu ook in moeten leveren. En dat is niet prettig. Nee. Helder. Nou, even totaal wat anders. De cijfers zijn begin januari bekend geworden voor het vandalisme, het slopen, het bedenken het allemaal maar. Hè. De kosten die de gemeente heeft geleden bij de wisseling van het nieuwjaar. 17.500 euro. En daar zitten misschien nog niet eens de kosten bij voor personeel en wat er allemaal nog gebeuren moet. Wat vind je ervan dat in Bunschoten, Spakenburg ook zo gebeurt? En dan in een fors bedrag toch wel? Ja, dat is triest. We kunnen er natuurlijk heel veel woorden over vertellen, maar het is gewoon triest. En het zou eigenlijk niet moeten gebeuren. Nee. Maar het gebeurt wel. En ik denk ook dat we daarin ook als burgers met z'n allen een plicht in hebben. Ik zie vandalisme op plaatsen, waarvan ik denk, heeft nou echt niemand dat gezien? Zou nou echt geen één burger daar notie van hebben genomen? Maar het gebeurt wel. Ja. En het is natuurlijk ook, als je kijkt naar de Oudjaarsnacht, daar zitten ook bepaalde rituelen in, die schijnen ook een beetje in onze cultuur te horen. En een daarvan is vuurwerk. Ja. En als iedereen op een goede manier omgaat met vuurwerk, dan hoeft er niets aan de hand te zijn. Maar het gegeven dat ze illegaal vuurwerk er naar binnen halen, dat ze daarmee bepaalde vernielingen aanrichten. Het gegeven dat er op Oudjaarsnacht verschillende vreugdevuren gesticht moeten worden, wat ook behoorlijk wat schade aanricht. Dat zijn dingen, daar moeten we met elkaar over nadenken. Willen we dat? Ja. En daar hebben natuurlijk ook ouders hebben daar een verantwoordelijke taak in. Want als je als ouder zelf illegaal vuurwerk koopt en afsteekt, wordt het natuurlijk heel lastig om je kinderen te verbieden. Ja. Dus dat is wel iets waar we toch met z'n allen wel over na moeten denken. Er is een inspreker geweest bij de commissie Bestuur en Middelen over het voorbeeld volgend van Hilversum. Die zijn bezig om vuurwerk centraal onder te gaan brengen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik ben persoonlijk, maar dan spreek ik persoonlijk, ben ik een beetje huiverig voor om alles met regeltjes af te kaderen.
Ik denk ook dat burgers wel een bepaalde vrijheid moeten hebben om vuurwerk af te steken. Ik begrijp het initiatief wel en ik sta er ook niet geheel afwijzend tegenover. Maar als ik het voor het kiezen zou hebben, voor het zeggen zou hebben, dan zou ik daar wel voorzichtig mee zijn. Het is één keer in een jaar is het oudjaar. Eén keer in een jaar is het ook oudjaarsnacht. En als burgers bij de officiële verkooppunten hun vuurwerk kopen, daarmee omgaan op een manier zoals er ook wordt aangegeven op de gebruiksaanwijzing, dan hoeft er eigenlijk niet veel mis te gaan. Nee. Maar het meeste, ik denk de meeste schade wordt er aangericht met het illegale vuurwerk. Of dat burgers niet op een juiste wijze omgaan met het legale vuurwerk. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, maar best wel moeilijk natuurlijk. Maar ik denk ook dat het zich toespitst op een kleinere groep die dan echt die vernielingen uitvoeren. En dat de overgrote meerderheid in vuurwerk toch ook het heel erg mooi vindt. Ja, gelukkig wel. Ja. Hè, want het is natuurlijk zo, vuurwerk is natuurlijk niet alleen maar ellende en narigheid. Nee. Het kan ook prachtig zijn. Als je kijkt naar het siervuurwerk, wat je ziet tijdens de oudjaarsnacht. Ik denk dat iedereen er wel van kan genieten. Ja. Hè, maar het zijn meer de excessen waar mensen zich aan irriteren. Ja, moet eigenlijk niet kunnen gebeuren. Hè? Het moet eigenlijk niet kunnen gebeuren. En als iedereen zich houdt zeg maar, aan de regels, legaal vuurwerk op de juiste manier gebruiken, dan ben ik ervan overtuigd dat we nog met z'n allen vele jaren plezier kunnen hebben van vuurwerk. Ja, helder. Gaan we even naar volgende week donderdag hebben jullie commissievergadering. Ik heb even gekeken naar de agenda en er staat eigenlijk niet zo gek veel op. Nou, een van de dingen die me eigenlijk opviel, dat was om 5 minuten over, want alles is netjes in tijdschema gezet hè, tegenwoordig. Ja. Om 5 minuten over 8, dan komt de boei. Er staat gewoon de boei en die krijgt 45 minuten. Ja. Wat moet ik me daar weer voorstellen? Ja, de boei is uitgenodigd en dat heeft te maken gehad met de vorige commissie samenleving. Toen is het subsidiebedrag voor de boei vastgesteld. Nou, er waren best wel wat vragen, kritische vragen ook. En de wethouder heeft toegezegd om de boei uit te nodigen om in de eerstvolgende commissie, nou dat is deze commissie, om zeg maar te komen en om een en ander toe te lichten. Ja, ja. Dat is eigenlijk het grote verhaal daarachter. En dat gaat dan over het subsidiebeleid met name? Kijk, de boei krijgt natuurlijk subsidie van de gemeente om bepaalde taken uit te voeren. Nou, daar waren wat kritische kanttekeningen bij. Waarom moet dit nu wel gebeuren en waarom zoveel voor dat? Nou goed, ik denk dat het goed is dat de boei dat zelf ook even uitlegt. Van het is niet alleen maar zo van wij vragen en wij krijgen. Nee, er staan duidelijk prestatieafspraken tegenover. En wat wij doen, dat doen we met onze ziel en met ons hart. En dat doen we ook voor de hele gemeente. En ik denk ook dat het goed is dat de boei dat duidelijk maakt in deze commissie. Want die subsidiecriteria, die worden vastgesteld aan de hand van datgene wat er ingeleverd wordt en wat ze aan behoeften nodig hebben? Of gaat dat op die manier? Dat gaat inderdaad op die manier. Het is, ja, ja. Er is een bepaalde, hoe zal ik dat zeggen, het is niet een kwestie van vraag en aanbod. Er worden afspraken gemaakt wat er uitgevoerd moet worden en daar hangt een prijskaartje aan. Ja, ja. En ja, goed, dat komt dan weer terug en dat moet vastgesteld worden. Ja. Dus er komt gewoon een stukje verheldering, verduidelijking van datgene wat ze vragen. Zo is het. Ja, ja. Oké. Er staat ook op de jaaragenda, ik heb hem even bekeken. Nou, dat is verspreid over het hele jaar, zeg maar. Voor de commissie samenleving zitten er een aantal dingen in die wat verschoven zijn over het hele jaar. Hè? Ja. Hoe wordt die agenda samengesteld? Ja, goed, hoe wordt die samengesteld? Dat is natuurlijk voor alle samenspel ook tussen de griffier en de ambtenaren en ja, het college. Ja. He, bepaalde stukken die eerst langs het college in moeten en vervolgens in de raad. Nou, daar maken ze een soort jaarplanning van. En aan de hand van de agenda komen die in de commissie samenleving. Ja. We hebben ook gezien dat er wel eens wat aantal onderwerpen verschuiven. De val van het kabinet bijvoorbeeld was daar debet aan een aantal keren. Oh, ja. Dan kwam er onzekerheid over bepaalde financiën of over bepaalde dingen die van de Rijksoverheid uitgevoerd dienden te worden. En dan werd dat verschoven in de agenda. Dat kan gebeuren. Ja. Doe jij in de commissie samenleving ook nog een specifiek onderdeel waar zeg maar echt je interesses en je specialiteit naartoe gaat? Ja, nee, we hebben binnen de fractie hebben een portefeuilleverdeling gemaakt. Ja, ja. En de portefeuille die ik mag vertegenwoordigen, dat is sport, recreatie en welzijn. Oh, dat is een hele brede. Dat is vrij breed, ja. Maar ook wel heel leuk. Ja, dat geloof ik best. Sport en dan even kijken naar voetbal bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is nogal iets wat de afgelopen tijd behoorlijk in het nieuws is ook geweest. Hè? Kijk even naar bijvoorbeeld
de kunstgrasvelden bij Eemdijk. Ja. Vertel daar eens wat van. Je moet ook oppassen dat we geen oude koeien uit de stal halen. Nee, dat is ook waar. Maar het speelt wel natuurlijk. Dat speelt natuurlijk. En dan zie je ook natuurlijk dat voetbal, punt 1, dat het gewoon sport nummer 1 is in het dorp. Ja. Hè? Want je ziet dan allerlei stromingen en belangen zie je dan omhoog komen. Ja. En het is ook belangrijk voor ons dorp, want we hebben natuurlijk niet voor niets drie voetbalverenigingen. Nee, ja. Maar ik denk dat de kunst als raadslid is dan natuurlijk om op een objectieve manier daarnaar te kijken. En ook te kijken van wat is nu het beste voor, niet alleen voor die voetbalverenigingen, maar voor ons hele dorp. Want daar ben je uiteindelijk raadslid voor. Ja. Je bent niet alleen raadslid voor Eemdijk, voor IJsselmeervogels of voor Spakenburg. Nee, het is zo, je moet kijken van wat is het belang van het dorp. Ja. Is dat algemeen belang dienen voor het dorp? Is dat moeilijk? Dat is soms best moeilijk. Ja? Ja, dat, ik denk dat het misschien nog wel eens onderschat wordt. Ja, ja. En het is wel een belofte die je doet. Dus het is wel iets zeg maar, waar je continu, tenminste persoonlijk, ik reflecteer daar heel vaak op. Als er punten zijn die echt moeilijk zijn, dan probeer je daar wel zeg maar, dat algemene belang overheen te hangen. En daar dan ook zeg maar, je criteria aan te toetsen. Ja. Word je daar ook vaak op aangesproken? Op zeg maar beslissingen die jullie nemen? Nee, eigenlijk niet. Dat zijn dan vaak juist zeg maar die belangen die eronder hangen, waar mensen je op aanspreken. Ja, van joh, waarom heb je nou dit niet gedaan en waarom heb je dat nou wel gedaan? Maar dan, niet op een manier van joh, dat had je totaal verkeerd gedaan of zoiets. Niet. Nee, niet echt. Kijk, als mensen zich zeg maar op de een of andere manier gedupeerd voelen, dat kan, of achtergesteld, misschien een beter woord, dan komen hun natuurlijk voor hun belang. Vragen van, wil je daar verantwoording voor afleggen en waarom heb je dat nou gedaan? Ja. En dan kan je zeggen, ja, maar kijk, het is natuurlijk niet alleen dat belang, maar er hangt veel meer aan. Hè. Het zijn natuurlijk de financiële middelen van onze hele gemeente. Ja. En daar moeten we op een verantwoorde manier mee omgaan. Ja, ja dat is waar, ja. Dus dat is best ook wel op die terreinen, daar is ook heel veel aan de hand eigenlijk. Het is ook een heel dynamisch gebeuren, denk ik, of niet? Ja, absoluut. Ja. Dat is een heel dynamisch gebeuren. Er gaat natuurlijk ook best veel geld in om. Ja. En ook de bezuinigingen natuurlijk, die laten dat niet ongemoeid. Denk alleen aan de afschaffing van de jeugdsportsubsidies. Ja. Hè, dat zijn dingen die zijn niet leuk. Nee. Maar goed, in kader van bezuinigingen zal dat op een gegeven moment natuurlijk, moet je prioriteiten stellen. Ja, absoluut. Je kan niet zeggen van we laten de sportvereniging laten we buiten schot. Nee. Je moet ten eerste kijken naar je primaire taken. Dus het kan ook niet zo zijn dat je zeg maar de bezuiniging, dat zo sterk doorgevoerd wordt dat je daarmee sportverenigingen het nou zou dringen. Dat is natuurlijk de andere zijde. Dus ook daarin moet je weer een afweging maken. Ja. Gaan we even naar de raadsvergaderingen van. Hoe vind je dat ze op het ogenblik verlopen? En dan bedoel ik even, ik heb in het verleden wel gezien dat er vaak discussie was. En dat die discussie ook nog wel eens ontaarde in een persoonlijke aanval bijna op elkaar. Hè? Dat er wel discussie, maar geen debat was. Hè? Ja. Hoe vind je dat het gaat op het ogenblik? Ik heb het idee dat het iets beter gaat. Ja? Ja, ik denk dat. Want dan wil je misschien weten natuurlijk waarom. Hè? Ja, uiteraard, natuurlijk. De spreektijdregeling is dat denk ik wel, ja. Is wel goed geweest, denk ik. Die heeft daar wel een goede rol in gespeeld. Ja. En ik heb ook het idee, kijk, er wordt best natuurlijk ook wel eens achter de schermen gesproken. Ja. Een integriteitsbijeenkomst bijvoorbeeld. Er zijn trainingen geweest, debatteren. Ja. En ik heb het idee dat, nou ja goed, het is niet zo dat het meteen van een 5 naar de 9 gaat, maar dat er toch wel de vruchten van geplukt worden, links en rechts. Ja. En binnen de coalitie, want daar zijn ook wel eens wat scheurtjes, misschien haarscheurtjes, maar er zijn wel eens wat scheurtjes geweest, hè Walter? Nee, ja, absoluut. Het zijn spanningen genoeg geweest de afgelopen periode. Ja. Maar ik vind dat vooral ook, zeg maar, gezien de landelijke thema's die op ons afkomen, dat we het eigenlijk als coalitie ook niet kunnen maken om die te laten knappen, zeg maar. Je moet ook over je eigen schaduw heen kunnen stappen af en toe. Ja. En richting de toekomst kijken, want je hebt elkaar gewoon nodig. Daar zijn de items gewoon te belangrijk voor. Ja, ja. Nou, kijken we even volgend jaar op 19 maart. Dan worden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Bijna nog een jaar. Ja. Nog een jaartje, want de tijd gaat gruwelijk snel natuurlijk. Hoe gaan jullie je voorbereiden op die 19e maart? Nou, ik kan het nog sterker vertellen. We zijn al begonnen met de voorbereiding. Zo. We hebben een trainingsdag gehad. Op het partijbureau, waar zijn we alleen als fractie geweest. Wat
wat willen we nog gaan bereiken? Wat willen we straks gaan bereiken? Hoe kijken we er tegenaan? Ook intern gesproken, elkaar om de neus dezelfde kant op te krijgen. Ik weet ook dat er binnen het bestuur al volop mensen bezig zijn om personen te benaderen voor de talentenklas. De ChristenUnie heeft de vorige verkiezingen voor het eerst toen de talentenklas in het leven geroepen. Ja. Nou, ik heb er zelf ook aan deelgenomen. Ja. Ik vond het erg leerzaam, maar ook leuk. En het geeft je ook zeg maar, de mogelijkheid, vrijblijvend, om een kijkje in de keuken van de politiek te nemen. Dus ik zou dat ook aan ieder willen aanraden. Van, heb je interesse en wil je eens snuffelen, geef je op. Dat is gewoon een hartstikke mooi item. We zijn bezig met de programmacommissie samen te stellen. Dat is eigenlijk ook al zo goed als rond. Mm-hmm. Nou ja, goed, dan is het natuurlijk zaak om een programma op te stellen. Nou, wij doen dat altijd in samenspraak met het Landelijk Bureau. Oh ja. Dus zodra het concept klaar is, dan gaan we daarmee aan de slag. Dus wat dat betreft, Elisabrand, zijn we al volop bezig. Ja, ja. En dan straks natuurlijk, hoe noem je dat, de boer op, de straat op, de markt op. Straks de markt op, maar ik zeg altijd van dat moet je niet alleen tijdens de verkiezingen doen. Nee. En we hebben ook zeg maar als fractie een bepaald draaiboek dat we ook minimaal zoveel werkbezoeken jaarlijks afleggen. Want wij vinden dat contact met de burger en met instellingen en met bedrijven, dat vinden we gewoon heel belangrijk. En je moet niet alleen eventjes een maand voor de verkiezingen met een kraampje op de markt gaan staan. En dan denken de mensen ook, oh, daar heb je ze. Dan, ze hebben ons zeker nodig. Ja. Nee, al een soort warme band zijn. Ja. Ja, ik denk ook dat het belangrijk is in de breedte van de samenleving om dat ook te zien en te kennen. Hè, en te weten waar het dan over gaat. Dat is best wel belangrijk, denk ik, of niet? Ja, absoluut. Kijk, als wij straks bezig gaan met het verkiezingsprogramma, dan willen we natuurlijk ook daar punten in inbrengen die de burger ook belangrijk vindt. Ja. Dus je zult ook een gesprek aan moeten gaan. Ja. Ja. Nou ja, er is in ieder geval een jaar de tijd om jullie voor te bereiden op straks die verkiezingen. Ja. En dat is best wel een belangrijk jaar natuurlijk ook voor jullie. Dat is zeker een belangrijk jaar natuurlijk. Ja. Dat is veel werk aan de winkel. Veel werk aan de winkel. Ja, inderdaad. Ja, als grootste fractie sowieso natuurlijk. Hè? Ja, sowieso. Nee, ja. Want kijk, de ChristenUnie is natuurlijk altijd een bestuurderspartij geweest. Ja. Nou ja, goed, dat is aan de ene kant, kan je dat zien. Aan de andere kant, dat is ook een uitdaging natuurlijk om dat te continueren. Maar ook, zeg maar, om daarin je verantwoordelijkheid waar te maken. Want dat is natuurlijk ook niet niets. Nee, dat is absoluut zo. Ja. Nou Walter, we hebben heel veel dingen bij de kop gehad. En ja, een van de dingen van die ik toch ook nog even wil noemen, dat is 30 april volgt er een troonwisseling. Ja. Hoe heb je dat ervaren, dat toen je dat bericht hoorde? Ja, ik was alleen maar positief. Ja, ja. Ik vind het een hele wijze beslissing van onze koningin om dat nu te doen. Ja. Ze heeft een mooie leeftijd bereikt. Ze heeft ook, denk ik, goed werk laten zien in de periode dat ze het zelf mocht doen. Ja. Ze heeft de kroonprins Willem-Alexander, die heeft ze mooi een tijdje uit de luwte gehaald. Ja. Zodat hij kon genieten van zijn gezin en zijn drie kindertjes. En nu is het tijd dat de kroonprins daarin ook zijn verantwoordelijkheid krijgt en neemt. En dat hij de taken van zijn moeder waar gaat nemen. Ja, hartstikke mooi. Nou, tot slot, en dat doe ik voor al mijn gasten, mag je in die camera kijken. In de camera kijken. En dan mag je vertellen, Walter, waarom het belangrijk is dat onze burgers straks ook de ChristenUnie gaan stemmen of volgen. Of hoe je het ook maar noemen wilt. Ik zou zeggen, doe je best. Nou mensen, als ik wat tot u mag zeggen, dan denk ik dat als u voor een stabiel bestuur wilt gaan, die gaat voor de zelfstandigheid van onze gemeente, en daar echt 100% voor gaat, dan denk ik dat u zeker op de ChristenUnie moet stemmen. Want wij zullen er alles aan doen om zelfstandig te blijven. En daar kunt u ons aan houden, ook straks na de verkiezingen. Dank u wel. Walter, dank je wel. Ik vond het een leuk gesprek en ik wil je graag bedanken voor het feit dat je vanavond hier mijn gast wilde zijn. Graag gedaan, Edebrand. Dank je wel. Succes met je programma. Dames en heren, dit was Los Politiek. Mijn gast vandaag was Walter Koelewijn. Hij is gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in onze mooie gemeente Bunschoten. Dank voor het kijken. Dag.